Hey hallo, leuk dat je kijkt naar deze video. Wat ben ik blij dat jij deze video hebt aangeklikt, want dat betekent dat jij het leuk vindt om naar dit spel te kijken. Of niet? Ik ben aangekomen bij chapter 3. De vorige twee video's zijn leuk bekeken. Ik heb ook leuke reacties erop gehad, dus we gaan gewoon weer verder. Het was sowieso wel de bedoeling om eigenlijk alle vijf te spelen, alle vijf de chapters. Ik heb dan 1 en 2 gespeeld, dat was gewoon wel leuk, maar ik was dus bij 3, bij het laatste stukje van chapter 2. Dan kom je zeg maar bij het begin van 3 en dat zag er best wel leuk uit. In ieder geval weer iets nieuws, dus ik ben heel erg benieuwd, we duiken er gelijk in. En dan zie ik jullie straks bij het begin van chapter 3. Maar wacht, voordat ik chapter 3 aanklik, vergeet even niet te abonneren, duimpje omhoog, in de comments, misschien hebben jullie wel een ander leuk spelletje wat ik moet spelen op Roblox. Ik ben niet heel erg bekend met Roblox, ik heb dit spelletje ook aanbevolen gekregen, dus en ik vind het op zich wel leuk, maar om zelf een server te zoeken vind ik vrij lastig. Maar ja, laten we gewoon beginnen, chapter 3, let's go. En we zijn weer in ons kamertje, waar het allemaal begint. Hier eindigt dus met chapter 2. Als ik nu ga slapen, begint chapter 3. Dus laten we gewoon beginnen. En let's go. Oh, ik ging even onder de grond, zag ik. Ik zie al dingen bewegen een beetje, maar chapter 3. Strangers in the night, vreemdelingen in de nacht. Kijk, dit bedoelde ik vorige keer. Interact, ik weet niet of ik die alvast open moet doen, maar we zijn dus in een soort van controlkamertje. Heb je een microfoon, ik kan dingen aan en uitzetten. Nog geen signaal, kan ik dat papiertje oppakken? Nee. Ik heb dit ding wel vast open gedaan, want ik heb in vorige keer in deel 2... of in chapter 2 moest ik daarin. En ik heb zo'n gevoel dat ik nou bijvoorbeeld die schakelen aan moet. Dat ik even erin moet duiken. Dus maar we gaan gewoon kijken. Ik ben heel erg benieuwd. Let's go. Oh. Als ik heel eerlijk ben, had ik dit niet verwacht. Allemaal boompjes, zie ik. Met gras. Dan kan ik dit ook doen. Zal ik dit gewoon even... Want to play a game? Een spelletje spelen, natuurlijk. Hij vraagt nog een keer, wil je een spelletje spelen? Ja. Show me where you are then. Hoe ga ik dat doen, joh? Ook die. Ik voel hem wel een beetje zitten al, hoor. Die spanning. Moet ik hem nou weer aan doen? Sowieso gaat iets gebeuren. Can you see me? Die man vraagt, kan je me zien? Connected. Moet ik nou weer aan? Eigenlijk durf ik het niet, man. Oei, oei, oei.
Moet ik hier nu in blijven? Wat doe je? Oh my god, wat moest ik doen, joh? Dit was nou eng ook, joh. Ik had het niet verwacht, joh, van Roblox, joh. Oké, we zijn weer terug in de game. Gaat weer geklopt komen, dus we gaan als het goed is zometeen weer naar onze kamer. Dan denk ik dat we moeten hiden en dan denk ik dat we in onze kast gaan zitten. En dan ga ik eerst snel dit licht uit doen. Oké. Hij is binnen nu. Raampje gaat kapot. Dus nu de vraag. Is het de bedoeling? Deurtje gaat wel weer dicht. Ja, maar moet ik nou hier uit of? Kan ik gewoon weer naar bed? Dat kan niet. Oké, wat ik ga doen is gewoon het licht aan. Dat kan ook niet meer. Ik kan ook niet slapen, nee. Nou, dan gaan we gewoon, neem ik aan, deze kant op. We zijn in ieder geval verder dan wat we net waren. Kijk, gewoon even een sprintje. Oh, ik zie hier al iets liggen. Een cd'tje. En die moet natuurlijk in dit ding. Een dvd'tje eigenlijk. Hè. Gaan we. En dan gaan we nu zeker dat filmpje bekijken. Of. Wij zijn dat filmpje. Ja, wij zijn dat filmpje. Ik denk dat ik gewoon lekker veel ga sprinten. Want ik heb echt totaal geen zin. Toen ik iets achter me aankomt. Het enige nadeel is wel, als we gaan sprinten, dat in één keer als er iets gebeurt, dat het in één keer voor ons gebeurt. Hè. Kijk, deze is dicht. Hou hem deze kant op. Oh, die zo. Oh, dit is zo'n kastje. Zal ik die open laten? Als ik, ja, ik laat die open. Dan kan ik er gewoon weer induiken, weet je, als het echt moet. Hier ben ik ook zo bang voor dit soort raampjes. Dat er ineens iets voor staat, weet je wel. Deze kant. We gaan gewoon die grote kamer in, denk ik. Oké, hier is helemaal niks. Dus dan moeten we toch deze in. We gaan gewoon door. Ik doe wel alle lampjes gewoon even aan hoor. Vind ik wel fijner. Ik merk wel dat ik elke keer eerst de linker deur pak. Oh, dit is ook zo'n kast volgens mij. Ik hoop niet dat in één keer daar iets uitkomt, weet je wel. Maar we pakken gewoon elke keer de linker deur en we zien wel een beetje waar we komen. We kunnen altijd weer terug. Mag het lampje nog aan? Ja. Kijk, dit is ook weer van die lokkers, hè. Die zet ik gewoon open, hoor. Die staan er niet voor niks, denk ik. Maar ja. Oh, hier ging een lampje uit. Zag je dat? Ik heb er helemaal geen zin in, hè.
Laten we nou een keer deze pakken. Ik moet zeggen, ik voel hem wel hoor. Ik had net ook zo'n schrikmoment. Dat verwacht ik niet van Roblox. Oh, een groene knop. Maar waar moet ik dan? Moet ik dan ergens schuilen of? Hier is ook nog een deurtje. En die groene, vorige keer maakte die een soort van muur open. Ja. Weet je wat we doen? Zo is het lampje aan. We klikken hem aan en we rennen gewoon maar een stukje terug. Want ik zie niet dat hier iets open kan gaan. Dus. Hop. Oh, hier. Hier ging een deur open, joh. En deze muur gaat omhoog. We zijn op zich al een... We zijn op zich goed aan het gaan. Even wachten dat hij denk ik omhoog is. Ik hoop dat er niet iets achter mij nu in één keer... terwijl vader trouwens ook allemaal dingen loopt te schreeuwen. Oh, ik heb hier zo geen zin in dit stukje. Zo lange gangen. Je denkt dat er wat gaat gebeuren, joh. Hé. Hey. Hé, hey, dit is die vader. There's another control room. Both will be locked. You need to find a control room. Move shadows in the... Be careful, oké? Okay? Ik moet weer terug nu. Ah, nu gaat sowieso iets gebeuren. Oh my god. En hij is dicht. Deze gaat open. Ah nee, die deur, hè? Crap, zegt zijn vader. Doe me een favor, doe me een... Tell you one. Oh, die vader die wordt nu gepakt, joh, daar. Die vader, ze doen me een gunst. Zeg tegen je moeder dat ik van de hou, dus die overleeft denk ik nu niet. Oh my god, hoor je dat? Achter dat deurtje? Hello, son? Continue down. Left door. Do not go to the right. Maar ik ben nu aan de linkerkant. Ik had naar links moeten. Ik had niet. Ik had niet naar links moeten. Nou, ik ga dit allemaal weer even opnieuw doen. Zodat ik weer bij dit stukje kom. Dan zie je mij zo meteen weer. Oké, okay, we zijn weer terug hier. We zijn weer bij vader. En volgende keer als we dan weg gaan rennen, moeten we niet die linkerdeur pakken. We moeten gewoon naar rechts. Want hij probeert ons te misleiden. Was vorige keer in de allereerste video was het ook al, hè. Dat die vader zegt, ja, ik sta voor de deur, doe open. Dus eigenlijk de bedoeling dat je die vader helemaal niet moet geloven. Nou, als het goed is die hier. Hier is die. Oké, okay, er is nog een control room ergens. Bla bla. Ga maar door. Succes. Be careful, oké. Okay. Hoppa. Lampje aan. Moeten we even wachten op deze. Wordt die vader zo weer aangevallen, zegt hij, oh, doe je moeder de groeten, bla bla. Oké, okay, nou gaan we zo meteen rennen. Die eerste deur daar pakken we wel links, maar op een gegeven moment zegt hij van, ja, je moet die linker deur pakken. Dan gaan we gewoon naar die rechter. Wat er ook gebeurt. Dus hier gaan we naar links. Pakken we straks rechts. Oké, okay, nog even wachten. Als het goed is, gaat zo een deurtje achter mij open. Ik hoor weer klanken. Ik kan er onderdoor en ik ben weg. Oké, okay, kijk wat hij zegt. Hello, son. Maar die vader is eigenlijk dood. Continue down. Follow my instructions. Ja.
de left door. Dat dacht ik mooi of niet. Oh, dit is een lift, joh. Hop. Oké, we zijn weer verder. Niks aan de hand nog. Zit in de lift. Ik ben erg benieuwd waar we uit gaan komen. Oh, kijk, dit is een beetje dat bospad. Want in het begin van het spel doen we daar, in ieder geval van deze chapter, zat een beetje in die control room. Toen zag je ook allemaal boompjes en zo. Dus een huisje. Laten we daar denk ik maar naar binnen gaan. Lichtknopjes. Deurtje dicht. Je lichaam op bloed. Dit is een bed. Dat hebben we hier. Interact. Hier ligt een papiertje. I'm still alive. Dat vertrouw ik dus niet. Kunnen we hier niet in zitten? Voor de zekerheid. Oei, oei, oei. Ik liep echt perfect hier naartoe, joh. Of niet? Oh! Oh, waarom laat ze me zo schrikken, joh? Oh, dit was het. Oh, ik dacht dat ik dood was, joh. Heb ik het nu gedaan? Ik heb het gedaan, denk ik, toch? Dit was de chapter, denk ik. Nu krijg je weer, zeg maar, het verhaal van... Ja, je moet naar bed toe, denk ik, weer. En het is misschien wel beter als ik naar bed ga, dat verhaal. Oh, nog even een schrikmomentje op het einde, joh. Nou. Dat was chapter 3. Ik ben toch twee keer neergegaan. Ja, één keer was het dus eigenlijk gewoon dat ik totaal niet wist wat er moest gebeuren. En de tweede keer omdat ik heb geluisterd naar mijn vader, terwijl mijn vader eigenlijk al overleden was, dacht ik. En hier is chapter 4. Hier gaan we volgende keer mee verder. Dit is weer heel wat anders. En ik hoop echt dat dit... Flashlight. Dat het ook even wat anders zal zijn, weet je. Net was het trouwens ook al wel een beetje anders, maar toch wel weer... Die houten gangetjes, deurtjes en... Ik hoop dat dit nu eventjes een heel ander iets gaat worden. Want daar ben ik wel een beetje aan toe. Nou, ik hoop dat je het een leuke video vond. Doe even het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ik heb gezien dat er best wel veel mensen naar mijn video's kijken en naar mijn streams. Die niet eens geabonneerd zijn, dus... Ben je nu aan het kijken? En ben je geen abonnee nog? Doe dat even, joh. Dan maak je mij blij mee, dan maak je iedereen blij mee en dan kunnen we groeien. Kunnen we betere video's gaan maken. En vergeet me ook trouwens niet te volgen op Insta. Heet ik ook gewoon Kasteel Games. En ook op Twitch. Want op Twitch stream ik ook best wel vaak. Dat zijn meestal de streams die niet allemaal op YouTube kunnen. Zoals veel 18 plus spellen. Maar ook streams van bijvoorbeeld PlayStation of Xbox. Die dan hun presentatie geven. En dan kan ik het daar op laten zien. Maar dat wil niet altijd toegelaten worden door YouTube. Dus maar vergeet dat dus niet te doen. En dan zie ik jullie gewoon in de volgende video. En dan gaan we gewoon weer verder met chapter 4.